Het Sinterklaasjournaal met Duwertje Blok. Oh shit, verkeerde journaal. Oh. Goedenavond. Dit is het journaal van zaterdag 6 februari. Welkom, Oelewaalders. Mijn naam is Jan de Hoop. En ik ben Rob Drip. Vanavond onder andere met Kei Gezellig werkt aan het comeback. Slaapperikelen bij John de Kroes. Hoofdprijs in Winsen. En natuurlijk de nieuwste coronafeiten hier in Winsen. Maar we beginnen met de politieberichten. Ja, dankjewel Jan. Hier volgt een waarschuwing. Er waait een phishingbericht rond op internet met de melding: dit is een link naar Kei Gezellig zingt het volledige repertoire. Open deze link niet. Het brengt namelijk u naar een pagina waar het duo Kei Gezellig hun volledige repertoire zingt. Oppassen dus. Ongeluk op de Ring van Antwerpen. Op de Ring van Antwerpen zijn 6 doden gevallen bij een ernstig auto-ongeluk. 3 Belgen overleden direct, de andere 3 bij de reconstructie. Triest verhaal. In de haven van Rotterdam heeft de politie, dankzij verscherpte controlemaatregelen voortvloeiend uit de Brexit, een spectaculaire vondst gedaan. In een zeecontainer hebben ze 186 kilo bananen aangetroffen. Ze zaten verstopt in een lading cocaïne. De straatwaarde van de bananen wordt geschat op €295,74. Dennis Kersten was onlangs behoorlijk geïrriteerd over de bemoeienissen van de politie aan zijn adres. De Herman Dat was niet erg gecharmeerd over het feit dat hij een burn-out met zijn motor in zijn woning uitvoerde. Dat de Jute zich daartegen aan bemoeide vond Dennis nog niet zo erg. De nasleep van dit incident kon hij veel moeilijker verkroppen. Hij moest namelijk voorkomen voor deze verkeersdwaling. Naïef zoals Dennis is, heeft hij uren lopen zoeken naar de rechtbank van Wageningen, die er niet is. De politie had hem namelijk verteld dat hij een verklaring onder ede moest afleggen. Dennis. Verder met dorpsnieuws erop, is er nog wat te melden uit Oelewaal? Jazeker Jan. Jan en Riet de Graaf waren tijdens de laatste mis ook in de kerk van Winsen. Op een gegeven moment zei Riet tegen Jan dat ze een klein scheetje gelaten had en wat ze nou moest doen. Nou had Jan gezegd tegen Riet met schaamrood op zijn kaken: als we straks uitkomen, maar meteen nieuwe batterijen in het gehoorapparaat doen. Uitbreiding van Dennis van Dijzen en Claire Stevens. Toen Dennis en Claire afgelopen december een zoon kregen, waren ze dolblij met hun Ruben. Toen we Dennis belden om hen te feliciteren met deze mooie gezinsuitbreiding, liet Dennis ons wel weten dat het jammer was dat hij niet op een zaterdag geboren was. Waarop wij Dennis vroegen wat daar nou mis mee was. Nou had Dennis gezegd, dat was wel heel erg handig geweest met de verjaardagen. Zo heeft Joep Christiaans onlangs in zijn Mercedes garage voor de 17e keer zijn voorruit vervangen. Hij bleef maar steeds een ster in zijn voorruit zien. De Jumbo in Winsen retourneert een partij diepvries kippenpoten. Onze redactie belde met de betreffende winkel wat de reden daarvan was. Het waren volgens eigenaar Menne Loeve voorpoten, terwijl hij achterpoten besteld had. Geert en Ronald, ooit bekend als duo Kei Gezellig, schijnen aan hun vierde comeback te werken. Onze redactie was natuurlijk zeer benieuwd naar dit gerucht en ging op onderzoek uit. Na wat gedegen speurwerk en het raadplegen van de story van Winsen, beter bekend als Romonda, werden we in de juiste richting geleid.
Deze tip bracht ons naar de Paulus. Mary van Ben, ook wel bekend als ons meneer, maakte de deur voor ons open. Nu wisten we het zeker, we zitten op het goede spoor. Want Ben is toch jarenlang hun manager geweest, toch? Ja, Bob. Ja. En ook Mieke Tuitman was er. Ze liep achter een plukje veren aan te hollen met een soort plat schepnetje. Zo te zien was Mieke ook al enkele maanden in lockdown. Mieke heeft al die jaren de diepe groeven en rimpels van Geert en Ronald weten te verbergen onder een dikke laag plamuur. En soms ook met stofverf. Even verderop troffen we de mannen aan. Ons gerucht werd bevestigd. Ze zijn bezig met een comeback. We troffen ze zelfs aan in de lift. Verder met medisch nieuws. Theo Jansen, wel bekend als de huisarts hier in Winsen, die ook met pensioen gaat overigens, heeft in de nadagen van zijn carrière de ultieme test ontwikkeld die op eenvoudige wijze diverse aandoeningen kan herkennen. Het is de trottoir urinoir test. Door eenvoudig op het trottoir te urineren zijn de aandoeningen snel te duiden. Komen er bijvoorbeeld mieren op af, dan is de diagnose diabetes. Knoeit men over de voeten, dan heb je een probleem met je prostaat. Heb je pijn bij het afschudden, dan duidt dat vaak op artrose. En vergeet je na het testen je pilemo's in de broek te doen, dan is dat een duidelijk geval van Alzheimer. Erik Franke heeft overigens bij deze test zijn pols gebroken. Wat is dat dan? Annie Loeven, onderweg naar de sneltest. Och, dat zal het zijn. Ja. Bart Wijnen kwam van de week van de dokter af. Volgende week moest je terugkomen, had Bart gezegd. Urine, ontlasting en sperma moet ik dan meenemen. Hoe moet je dat doen? Hadden wij Bart gevraagd. Nou, had de dokter gezegd, dezelfde box een week langer aanhouden zal voldoende zijn. Rob, heb je trouwens gehoord van Joy, van de redactie? Nou? Nou, ze was aan het hoesten. Enorm veel keelpijn, geen smaak, hoofdpijn. Nou, en het snot gutste er gewoon uit haar neus. Zo, maar moest ze dan in de quarantaine? Nee. Ze moest zich wel laten testen in zo'n teststraat. En bedenk je? Positief? Nee, zwanger. Rob, tijd voor wat luchtiger nieuws. We gaan verder met vakantieberichten. Len Jansen en Emmy van Kraai waren toe aan een weekje ertussenuit afgelopen zomer, toen er weer wat meer mocht van onze regering. Dolblij als ze waren, konden ze een last minute boeken in de staakerven op de Veluwe. Even eruit, had Emmy gezegd. Een week lang is toch wel lang. Is lang zat, volgens Len. We waren blij dat we thuis in Nijmegen eindelijk konden gaan zitten. Als de carnaval nou toch was doorgegaan, Kees, wat had je dan aangetrokken? Lelijke wijven, had Kees van Aken gezegd. Maar Kees ging het sowieso niet afwachten of de carnaval wel door zou gaan, ja of nee. Kees ging een reis boeken, 10 dagen na aantocht. Aantocht, vroegen wij aan Kees. Ja, na aantocht. Ik heb gelezen dat er mooi weer een aantocht is. Nou, nu we het toch over weer hebben, tot slot het vakantieweer. Saskia en Joost Menting kunnen dit jaar helaas niet op vakantie. Na jarenlang plezier in hun prachtige mooie caravan met hun voortent eraan, op campings in Nederland is er een bruut einde aangekomen. Het weer zat namelijk in de tent. We gaan verder met financieel nieuws erop. Assurantiekantoor Wiebe zit volledig aan de grond. Hij doet nu een laminaat. Jan-Willem Loeven kwam nogal opgelucht onze redactie tegen van de week. Hij zag er nogal opgelucht en vrolijk uit.
Ik ben een blij mens, kan ik wel zeggen. Dat is goed te horen, hadden wij tegen Jan Willem gezegd. Maar wat is er dan gebeurd? Nou, ik heb van de Belastingdienst helemaal geen last meer. Ik kreeg gisteren een blauwe envelop op de deurmat met erin een brief waarop stond de laatste aanmaning. Zo. Oh, ik krijg een binnengekomen bericht. Ja. We gaan overschakelen naar onze andere studio. We gaan naar Mark Rutte en Hugo de Jonge, die de laatste coronaberichten voor ons hebben. We schakelen nu over naar Studio De Arend. We zijn hier in De Arend, waar wij nog even wachten tot Mark en Hugo zo dadelijk Oelewaal zullen toespreken.